God de aarde en de hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik of plant, want God had het nog niet laten regenen. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem om dit te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor: van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zal je uit aarde alle in het wild levende dieren. En hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mensen zou geven. Zij elk levend wezen zou noemen. Zo zou het heten. De mens aanschouwt de wereld en haar schepselen door het glas van zijn kennis en ziet daardoor een vervormd en beperkt beeld. Ze beklaagt de schepselen uit de natuur om hun onvolledigheid en aanschouwt hun tragisch lot. Maar deze wezens bestaan in een wereld veel ouder en vollediger dan de onze. En ieder wezen vervult hierin zijn specifieke rol en taak. Daartoe voorzien van zintuigen en eigenschappen die wij mensen hebben verloren of nooit hebben gehad. Gestuurd door stemmen die wij nooit zullen horen. Zo vormen ze gezamenlijk een mysterieuze wereld, vervuld met schoonheid. Ieder wezen kent hierin zijn plek en vormt onderdeel van het harmonisch geheel. En is niet ondergeschikt aan wie wij zijn. Het is de mens die dwalende is. Hij betwist de schepping en probeert deze naar zijn hand te zetten, op zoek naar het aards paradijs. En een leven in harmonie en balans. Blind voor hetgeen zich aan zijn voeten afspeelt. Het is deze onwetendheid die aanzet tot ondoordacht handelen. En zo plaatst de mens zichzelf daarmee buiten het aards paradijs. En blijft dwalen op zoek naar zijn Hof van Eden.